Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Wij zijn weer lekker een weekendje weg. Wij zijn naar Weert gegaan. Ja, lekker in de buurt. En wij staan op camperplaats Weert. Het is druk. Schijnbaar heeft België gisteren een vrije dag gehad. Waardoor er toch nog wel veel Belgiërs staan. Maar ja, gezellig dat er toch nog meer mensen rond deze tijd gaan camperen. Nou, het weer is ja, heerlijk. Lekker warm in het zonnetje. Dus we gaan zo meteen eens even kijken wat weer te bieden heeft. De entree van camperplek Weert ligt aan een kanaal. Zullen we zo wel even laten zien. En ja, we zijn het aangekomen. Het is rond het middaguur. En we gaan de broodjes in de oven doen. En dan gaan we eerst eens even lekker van een overheerlijk broodje genieten. Voldoende voorzieningen hier op deze plek. Douches, toilet. Eventueel een gezamenlijke ruimte. Mooie ruimte. Tuinhuis. Eindelijk hebben we onze wandelschoenen weer aan. Dat is lang geleden. Is heel die van lang mij geleden. Zien er nog echt wel heel erg nieuw uit. Maar ik denk dat ze toch al wel zeker anderhalf jaar heb. Maar fijn. Ik ga het weer proberen. Na een hele lange blessure ga ik toch weer eens kijken of dat het me gaat lukken. En nou ja, lukt het niet, dan merken we het straks wel. We gaan in ieder geval richting centrum van Weert. Want we werden al door verschillende mensen op de camperplek aangesproken van jullie moeten wel echt naar de markt gaan. Ja. Want die is er de hele dag. En nou ja, we zijn benieuwd. We gaan kijken. We zijn onderweg en we laten het eigenlijk wel even zien. Tot straks. Doei. De feestdagen zijn weer in aantocht. Dan zie je hier wel in deze mooie etalage de chocolaterie. Waar zitten we? We zitten bij Dikke Mik. En aan de taart te zien is het Dikke Mik. Speculaas. Speculaastaart. Het is bijna Sinterklaas. Het mag nu even.
Zo. Bijna 4 kilometer gelopen. Yeah! Ja, weer een mijlpaal bereikt. Ja. Dat ruikt naar meer. Ja. Toch? Gelukkig dat weer kan. Ja. Nou, even afwachten hoe dat uitwerking is. Maar voelt goed. Goed zo. En wat doen wij als we een heerlijke wandeling hebben gemaakt? Dan luisteren we, omdat we nou in Brabant zijn, Omroep Brabant. We chillen. We hebben een iPadje, we hebben een krantje. En we maken ons dadelijk op voor het avondeten. Voor het diner. Voor het diner. Bij de frietent. We gaan een lekker frietje halen. We lopen hier, ik denk een kwartiertje hier vandaan. En daar gaan we gewoon even iets lekkers halen. Maar voor de rest is het lekker vertoeven. Een biertje erbij. We hebben net een paar nootjes gehad. En dat komt eigenlijk helemaal goed. Denk het, zeker. Ja. Nou, tot later. Goedemorgen. Het is vandaag 13 november 2022. Het lijkt wel een zomerse dag. Zo mooi. Heerlijke temperatuur. Zitten in het zonnetje. Het is gewoon genieten. En dat in november. Ja, toch maar even smeren, hè? Zo. Hij staat er flink op. November, hé. Ja. En toch eventjes... smeren. We hebben een fietsroute uitgekozen. Het is er heerlijk weer voor. De bladeren zijn nog steeds aan de bomen. Het is te mooi weer. En de kou laat even op zich wachten. Hier voor ons is een natuurgebied met een klein watertje, hebben we zo vermoeden. Want er wordt flink gekwaakt. Maar ik zal eens even kijken of we hem van bovenaf kunnen zien wat daar achter die boompjes schuil gaat.
op november 2022. 13 november. 13 november. Vandaag de eerste keer dat Ingrid achter het stuur kruipt. Vond het altijd wel even spannend. Een wat grotere auto is misschien nog steeds spannend. Maar uiteindelijk doet ze het toch en ja, is gewoon top. Samen rijden is veel leuker als dat één persoon alle ritten moet rijden. Dus hartstikke mooi.